iedereen, goedemorgen. Ik wil jullie graag even mijn geshopte spulletjes laten zien van gisteren. Want gisteren was namelijk de dag dat ik met winnares Anne-Sophie Amsterdam inging. En ik heb haar €250 gegeven en die is er helemaal opgemaakt. Alleen de shoplog die we wilden opnemen tijdens de lunch, ja, het was daar net iets te donker, net iets te rumoerig. Dus we hebben afgesproken dat ze hier nog een keertje langskomt. En dan gaat ze gewoon een shoplog doen samen met mij. Het is erg veel, dus we hebben het even opgesplitst. Dus ik ga nu mijn spulletjes laten zien. En dan de volgende keer gaat zij haar spulletjes apart laten zien. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Allereerst wil ik even laten zien wat ik van Anne-Sophie heb gekregen. Ze was in Thailand geweest, dus heeft ze dit leuke portemonneetje voor me meegenomen met echt een zijde stofje. Deze overhandschoen, die ik dan leuk kan gebruiken voor koken met Serena filmpjes. En ik heb alweer een nieuw idee, dus er komt weer een filmpje aan. En schoonmaakhandschoenen, of afwashandschoenen, hoe je het wil noemen. Voor als ik weer eens een keer ga afwassen of schoonmaken. Wat ik heel vaak doe. Bij Lush hebben we een aantal dingetjes gekocht. Daar ook. En ik heb gekocht de Tootie Tabs, waar ik heel benieuwd naar ben. Dus dat zijn kleine tabletjes. En daar moet je op kauwen tussen je voortanden. En dan gaat het een beetje schuimen, denk ik. En dan moet je met je tandenborstel moet je poetsen. En ja, dan heb je dus eigenlijk gewoon tappen staan, maar dan in een soort compacte vorm. En ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. En omdat ik nooit echt een zeepje heb van Lush, en dat ik natuurlijk altijd de zeepjes heb van mijn moeder, dacht ik, nou, ik wil wel een keer een Lush-zeep proberen. Toen ook ik er twee die heel lekker waren. En toevallig zaten die ook met z'n tweeën verpakt. Deze set heet Sweet Soap of Mine. En het bestaat uit deze twee zeepen. De donkere kleur, dat is Godmother. En de lichte kleur, dat is Rockstar. En deze ruiken heel erg sterk. Heel lekker zoet. Een beetje gazeuze, snoeperig achter. En echt, waar je het ook doet. Bijvoorbeeld in je tas, of maakt niet uit in welke kamer. Je hele kamer gaat er naar ruiken. Dus dat is dan wel lekker, als je tenminste van die geur houdt. Toen was er nog een heel leuk winkeltje met allemaal buitenlandse, voornamelijk Amerikaanse spulletjes te koop. Dus echt qua wat je in de supermarkt kunt kopen. Dus ik kon hem niet laten en ik heb natuurlijk een paar dingetjes daar gekocht. Ik heb pancake mix gekocht van Aunt Jemima en de bijbehorende maple syrup, want het hoort er natuurlijk wel bij. Het is heel makkelijk, hier doe je gewoon water bij mengen en dan kan je gewoon pancakes maken. Echt van die kleine American pancakes, die voor zo'n bijt. En dit mag echt niet ontbreken, want dit erbij met boter, dat hoort er gewoon bij. Dat giet ik er altijd helemaal overheen, zodat het echt in die pancakes trekt. En dan zal ze lekker zacht worden. En dat vind ik lekker om het zo te eten. Ik dacht vandaag is het vaderdag. Dus misschien kan ik wel pancakes maken. Gewoon voor een soort brunchachtig of zo. Want voor ontbijt is het nou te laat. En daar heb ik ook nog spice mixes gekocht. Dit is Tabasco. Maar dan met chipotle smaak. En chipotle is dat had ik bijvoorbeeld nodig voor dat Dr. Pepper recept. Maar daar had ik een andere peper toe voor gebruikt. Dus ik dacht misschien kan ik ook een beetje van deze erbij doen. Misschien is dat ook wel heel erg lekker. En Jamaican Jerk. Dat is gewoon een spice mix, zeg maar. En bij Buffalo Wild Wings in Amerika, dat is een restaurant waar ze kipvlees verkopen. Daar heb je ook één smaak, die heet Caribbean Jerk. En die is echt heel lekker. Wel heel pittig, maar wel echt heel lekker. Dus ik dacht, misschien kan ik hier een soort gemarineerde kippenvluchtjes mee maken. Ik ben echt helemaal in de kookstemming. Bij de tuin heb ik goji bessen gekocht. En die zitten echt bomvol antioxidanten. En Anne-Sophie zei dat haar opa en oma iedere dag een lepeltje van deze bessen nemen. En dat ze er helemaal van opgeknapt zijn en energie van hebben gekregen. En dat het allemaal goed is en zo voor ze. Dus ik dacht, nou ja, dat ga ik ook gewoon proberen. Dus ik heb gewoon een besje, ik heb gewoon een zakje gekocht van 150 gram. Nou, jullie weten dat White Musk mijn lievelingsparfum is. Dus heb ik deodorant gekocht. Er is nou 35% korting op White Musk omdat de Body Shop 35 jaar bestaat. Dus ik dacht, nou, dat is mooi meegenomen. Heb ik ook nog 10% korting extra gekregen met mijn Love Your Body Card. Dus dit kwam echt op €4 of zo, deze deodorant. Ik denk, het is wel lekker, want dan ruikt mijn deo en mijn parfum die ruiken dan hetzelfde. Dus ik vond het wel handig om deze deo te kopen. Ik zag nu dat ik die nog nooit eerder heb gekocht. Ik wou graag naar Kiehl's. Ik wou dat even graag laten zien aan Anne-Sophie. En ik wou zelf natuurlijk ook wat kopen. Dat heb ik ook gedaan. Dit is een heel leuk tasje die ik erbij kreeg. En ik was op zoek naar iets wat mijn littekens kan vervagen. Omdat mijn kliniek dark spot corrector bijna op is. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een soort whitening serum.
Maar dat hebben ze daar niet. Dus ik heb wel andere dingen meegenomen wat waarschijnlijk ook net zo effectief werkt. Het is een overnight biological peel. En dat is dus een, na de reiniging 's avonds, dan breng je deze over je gezicht. Die laat je even intrekken en ga je slapen en de volgende dag was je het eraf. En wat het dus doet is, terwijl jij slaapt, doet het gewoon je dode huidcellen losweken. En de volgende ochtend, als je dan inderdaad je gezicht schoonmaakt, zit er meer dirt op dan normaal gesproken. Dus dat betekent dat de dode huidcellen gewoon weg zijn. En tegelijkertijd wordt er dus gestimuleerd om nieuwe huidcellen aan te maken. En als je littekens hebt, dan zullen die dus ook sneller vervagen. Daarbij heeft ze me allemaal nog proefjes meegegeven, die ik allemaal ga uitproberen. En voordat we de deur uit willen gaan, rook ik nog even aan een parfum. Ik denk, nou ja, er staat Original Musk op en ik vind musk heel erg lekker. Dus ik ruik het op mijn huid aanbrengen en ik dacht, wow, dat is echt heel erg lekker. Want het ruikt niet precies zoals White Musk, maar het heeft wel veel van weg. Deze ruikt net iets zwoeler en het kan ook een geur zijn voor heren. Dus het is een beetje een unisex geur en er zit dus gewoon heel veel musk in. Maar deze ruikt net iets zoeler en iets minder fris, zeg maar, dan de White Musk. Dus deze is bijvoorbeeld misschien meer voor 's avonds als je uitgaat. Of ik weet het niet. In ieder geval, ik rook hem, maar ik dacht, ik moet deze hebben, want ik vond hem heel erg lekker. De Bobbi Brown concealer is een van mijn favoriete concealers, samen met de Kat Von D concealer. En hij was dus weer op. Dus ik dacht, ik moet een nieuwe hebben. Maar ik wist dat ze ook correctors hadden. Je hebt correctors en je hebt concealers. En op de corrector, je haalt dus gewoon je... Sorry, ik ben mijn stem een beetje kwijt te maken. De corrector die haalt dus gewoon de donkere kringen weg. En daarna doe je dus de concealer daar overheen. En dat is veel effectiever. Dat heeft ze me ook laten zien. En je zag inderdaad echt goed verschil. Terwijl ik heb niet eens heel veel last van donkere kringen. Maar ik dacht, wow, dit is echt goed. Dit is de concealer. En de corrector, die heeft dus een gele ondertoon voor mij. En de corrector, dat is, die is meer met een rooige oranje ondertoon. En in combinatie werken ze echt heel erg goed. Bobbi Brown heeft helaas geen hele goedkope producten. Dus ja, het kost zo'n duit. Maar dan heb je ook wat. Maar ik moet wel zeggen dat het echt, echt heel goed werkt. Ik heb het nou ook op. En ik ben net wakker. En normaal gesproken dan heb ik echt nog wel een beetje balletjes onder mijn oog. Maar ik vind dat het nu wel meevalt met dit. Nou, als laatste zijn we naar de Mango gegaan. En daar was echt dikke sale. 50% op hele leuke dingen. Ik moet zeggen, ik ben altijd meer van de Zara. Maar toen ik daar bij de Mango rondliep, dacht ik, nou, waarom ga ik niet vaker naar de Mango? Er hingen allemaal leuke dingen. En heel veel mooie blazers. Ik heb deze blazer gekocht. Het is een boyfriend model met schoudervulling. En deze was afgeprijsd van 100 naar 50. En toen dacht ik, nou, dat is dan wel een leuke prijs. Ze hadden nog veel meer mooie blazers, maar de meeste die daar hingen waren allemaal in de maten die dan te groot waren voor mij helaas. Dus ik ga, als ik nog een keer een Mango tegenkom en er is nog zil, dan vlieg ik sowieso weer eventjes naar binnen om te kijken of ze daar nog dingetjes hebben bij mijn maat. Want ik heb zoveel leuke dingen gezien, ook de tassen, ook van echt leer en de kleine tasjes en de schoenen. En helemaal niet zo heel duur, vooral nu niet met de sil. Dus de Mango is echt een leuke winkel en daar ga ik zeker vaker shoppen. Nou, zoals jullie misschien al hebben kunnen zien, heb ik mijn nieuwe jumpsuit aan. Degene waarover ik jullie een paar weken geleden had verteld op mijn site. En ik had jullie ook laten kiezen welke kleur ik moest kopen. Jullie zeiden allemaal peach, dus nou, ik dacht peach it is. Dus ik heb nou peach aan. En hij zit zo lekker. Ik wil hem gewoon eigenlijk niet meer uittrekken als ik hem helemaal aan heb gedaan. En het is gewoon lekker, zo'n soort pyjama-achtig ding. Maar ik moet ook zeggen, ik ben er wel gewoon mee de straat op gegaan. Ik ben er gewoon koopavond avonden zo heb ik hier in houten rondgelopen. En ja, je wordt wel een beetje nagekeken. Want ja, het is gewoon één compacte kleur wat je daar ziet lopen. Ik moet zeggen dat ik wel eerder complimentjes heb gekregen dan dat ik bijvoorbeeld werd uitgelachen. Dus dat valt me allemaal mee. Want ik was wel een beetje bang toen ik zeg maar de straat op ging. Ik denk, oh schrik, zat iedereen lachen. Van, moet je kijken wat op daar nog een Teletubby. Maar het is waarschijnlijk net hoe je het combineert met welke schoenen. En het viel dus reuze mee. En ik draag hem gewoon met zwagger, weet je. En dan komt gewoon alles goed. Dus ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn geshopte spulletjes te zien. Volgende keer, als Anne-Sophie hier is, gaan we haar spulletjes laten zien. Ik hoop dat jullie dat net zo interessant vinden. Ik denk het wel. Want jullie zijn vast wel benieuwd wat zij voor die €250 allemaal heeft gekocht. Nou, echt heel veel leuke dingen, kan ik je vast vertellen. Ik ga afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!